Binnen de Europese Unie geldt de afspraak dat in 2020 14% van de opgewekte energie duurzaam is. Windenergie is een belangrijke vorm van duurzame energie waarmee Nederland dit doel kan halen. Daarom worden er in Noord-Holland nieuwe windmolens op land gebouwd en worden bestaande windmolenparken geherstructureerd. Zo ook bij windmolenpark Waardpolder. Het windmolenpark wordt vervangen voor nieuwe windmolens. De oude waren oud en afgeschreven, 20 jaar oud. En dat zijn we nu aan het afbreken. De nieuwe windmolens, dat worden er 6. De opbrengst van de nieuwe turbines is circa 20 megawatt aan vermogen. Per molen is het 3,6 megawatt. 4 keer zoveel als het oude park dat deed met 19 windturbines. En met die ruim 20 megawatt worden straks zo'n 16.000 huishoudens van energie voorzien. Het is oud en roestig. Het functioneert nog wel. De oude turbines worden gereviseerd en die gaan een tweede leven in Italië beginnen. Waar het netwerk daar nog zo klein is dat geen grote turbines geplaatst kunnen worden. En deze kleine turbines uitstekend inpasbaar zijn daar. Het is een hele goede plek voor de windmolens. Het is een van de meest windrijke gebieden in Nederland, in Noord-Holland. Het waait hier altijd. Dat maakt dat je een heel mooi rendement van de molens krijgt. Weet je, als je in de polder woont, dan heb je het idee, ik heb een mooi ruim uitzicht. Maar als je dan altijd die draaiende dingen ziet, ja, liever niet. Maar één ding, er is hier wel veel wind. Er is hier wel veel wind, ja. Ja. Maar dat is op zee ook, dus zet ze in zee. Ik vind het leuk. Mooi. Er staan er nu heel veel en als er maar een paar terugkomen, heb ik daar geen moeite mee, want het is gratis energie. We hebben wellicht nog meer duurzame plannen, maar dat is dan niet met een uitbreiding van het park, maar wel met een opslagfaciliteit erbij. Om de stroom te kunnen bufferen, zodat in periodes dat het niet waait en er ook geen zon is, dat we toch stroom kunnen leveren. Alleen dat staat nog erg in de kinderschoenen, maar dat blijven we natuurlijk wel op de voet volgen. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Holland.